Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de 9e aflevering van Robin Small Talk. De aflevering waar Kees helaas net voor de finale moest afvallen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het best wel jammer. Ik had hem heel graag in de finale gezien. Dit was ook de aflevering dat ze op hun teller moesten passen. En per slot van rekening weinig geld in de pot bij hebben gespeeld. Maar goed, voordat we dat allemaal gaan bespreken, gaan we eerst door naar onze community. De community poll heeft deze week 22 stemmen gehad, waarvan net zoals vorige week 73% van de stemmen voor Anna was. En zij staat de ruimschoots dus op de eerste plek. En daarna gevolgd door Rosario en Fons. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds een beetje twijfel of er echt Anna wel de mol is. Maar goed, hey, ik vertrouw op jullie. Dus nou ja. Zoals ik ook de vorige aflevering deed, ga ik nu ook weer doen. Ik ga lekker mijn stem op haar inzetten. Ik ben zelf ook wel benieuwd wie jullie denken naar deze aflevering van Wie is de Mol. En je kan je stem uitbrengen op het community tabje van dit kanaal. Zoals altijd bedankt voor het stemmen en ook uiteraard deze keer. Helaas hebben we voor deze keer geen hints of theorieën. Mocht je nou nog wel iets hebben na het zien van deze aflevering, laat het weten in de reacties. En wie weet dat ik nog even een video kan maken net voordat de finale begint aankomende zaterdag. Dan is het tijd om aflevering 9 te gaan bespreken. De titel van de aflevering was Ontcijferen. Dat is iets wat ze ook wel moesten doen tijdens de eerste opdracht. Veel meer heb ik ook niet te vertellen over deze titel, dus gaan we lekker daarmee door naar opdracht 1 om het verdere te bespreken. Opdracht 1 is genaamd Op je teller passen, waar ze 4000 euro binnen konden halen. En uiteindelijk toch nog wel een 1000 euro in de pot bij hebben gespeeld. En wat mij een beetje verbaasde, was dat er voor het eerst dit seizoen geen strijd was met welk zakje geld ze moesten pakken. Ze liepen gewoon lekker rechtdoor. En ja, dat was toch wel even een bijzonder moment. Gewoon een eentje die voor ons staat? Ja. Makkelijk. Ja. Oké. Okay. Verder dan dat moesten ze natuurlijk de getallen ontcijferen om daar 24 van te maken met de vijf kaartjes die ze hadden. En ja, zoals we allemaal konden zien, ging het bij Kees niet goed af. Er gebeurde ook wat bijzonders toen Fons en Rosario aan het wachten waren op Anna. Nee, maar als je erover nadenkt, zij wil het sowieso doorzippen. Ja. Of ze de mol is of niet. Dus ze gaat dit sowieso goed maken. Het was een vreemde actie van Rosario om Anna als tweede te laten gaan. Was het omdat hij als mol zijnde het hoogste geldbedrag had en daarom zichzelf de moeilijkste opdracht gaf? Het duurde in ieder geval bij Arne wel even, maar toen ze het eenmaal door had, ging ze er heel snel doorheen. En ja, dat was best wel bijzonder. En natuurlijk daarna dat Rosario er niet uit kon komen hoe hij 24 moest krijgen met de getallen die hij had. En eigenlijk was hij samen met Arne ook toch wel een heel goed rekenwonder. Zoals je natuurlijk ook bij Anna zelf kon zien. Ik heb geen idee, want ik ben zelf dus geen rekenwonder. Ik weet dus ook niet of het dan echt zo moeilijk was of dat het zo bewust is gedaan door Rosario, omdat hij zichzelf als mol toch nog een klein beetje wilde verbergen. En natuurlijk deze reactie. Halleluja. Ik heb zelfs de mol verslagen. Suggereert Anna hiermee dat ze dan de mol is? Dit is in ieder geval tot zover opdracht 1. En dan gaan we naar opdracht 2. De laatste opdracht van dit seizoen van Wie is de Mol? Opdracht 2, ook wel per slot van rekening genoemd, waar ze 1935 euro of 3870 euro konden verdienen voor de pot. Beetje afhankelijk van welke keuze ze namen. Maar op een of andere manier hadden ze de verkeerde sleutel en konden ze dus niet het kistje openmaken. Ja, bij deze opdracht kon je eigenlijk op allebei de locaties erg goed mollen. Ik denk dat zelf de beste locatie om te mollen was onder water, want je kan er zelf namen weglaten die je nodig had om de goede sleutel te pakken, of juist de naam te noemen van de sleutel die je moest hebben en daarom op die manier de goede sleutel te laten verdwijnen. Aangezien we weten dat Kees is afgevallen, zou het dan kunnen zijn dat Fons dan alsnog de mol is? Laat me weten in de reacties wie jullie verdenken na deze opdracht. En dan neem ik het mee in de volgende aflevering van Robin Small Talk. Verder waren er ook nog een aantal momenten die voor mij verdacht waren, namelijk die van Anna, dat ze haar sleutels overal op de plaat had leggen. Het is zo heel erg onmogelijk om een goede sleutel eruit te pakken, die ze dus niet moet hebben. Zelf zou ik het eigenlijk hetzelfde hebben gedaan als Rosario, alles netjes op volgorde gelegd hebben en dan zou ik het zelfs nog sorteren op kleur. Want dat is eigenlijk waar het hele seizoen over gaat. Alles heeft met kleuren te maken. Maar goed, ja, dan zou ik natuurlijk de kandidaat zijn om het ook nog eens een keer zo te sorteren. Dus hier valt Rosario bij mij ook weer een beetje af dat hij de mol zou kunnen zijn.
Het andere moment waar er uiteraard gemot zou kunnen zijn, was bij het wegleggen van de sleutels die ze niet zouden gebruiken. Dit is weer twijfelgevallen. Oké, dus gooi deze heel ver weg. Doe maar even er nog. En het laatste moment die ze ook aanhaalden bij de echte motor. Dan gaan ze die sleutels testen. En wat zie je nou? Iedereen heeft nog enorme bos sleutels in de handen. Dit is natuurlijk ook een moment, denk ik, dat Rick ook niet heeft ingegrepen. Ze hadden hier meerdere sleutels in hun handen. Hadden ze dan net zo goed dan de sleutel daar kunnen wisselen in alle chaos. Het is niet geheel waarschijnlijk, maar als iedereen door elkaar heen rent, een sleutel laat vallen, wat ook gebeurde. Ja, dan is het heel makkelijk om van sleutel te wisselen, waardoor je het goede kistje niet open kan krijgen. Al met al is het seizoen in mijn ogen zo gemaakt dat het wel heel erg moeilijk is geworden om te kunnen raden wie de mol is. En zelfs met de laatste test was het alleen bij Kees waar er wat informatie naar voren kwam. Maar als ik dan de test van Kees goed begrijp, zit Fons op Anna, Sor en Anna op Fons. En Kees heeft ingezet op Fons. Dan zou ik dus denken dat Fons niet de mol is, want Kees is afgevallen. Dus dan blijft Anna over als mol zijnde. Ik heb het gevoel dat Anna op Fons zit, dat Sor ook op Fons zit en dat Fons weer op Anna zit. Ik hoop heel erg dat iedereen Fons zit en dat het Sor of Anna blijkt te zijn. Maar goed, nu alles dit gezien te hebben, gaan we naar de afsluiting van de aflevering en de bekendmaking van mijn definitieve molkeuze. Ja, en dat moment is nu de aflevering uiteraard waar ik in het begin al zei dat Kees het spel moest verlaten en Anna, Fons en Rosario in de finale zitten. Ondanks dat het een lastig seizoen was, vond ik het toch ook wel weer een leuk seizoen om te zien. En ik heb heel veel getwijfeld ook gedurende de afleveringen wie de mol zou kunnen zijn. Maar ja, zoals ik eerder al meerdere keren liet vallen, Anna is mijn definitieve mol. En ook zoals ik de laatste aflevering al zei, ga ik het nu ook weer doen. Ik ga al mijn punten op Anna zetten. Het is dus alles of niets. En ik hoop daarmee in ieder geval weer het seizoen af te kunnen sluiten met een goede winst. Laat me weten voor de laatste keer in de poll die je kan vinden onder het community tapje van dit kanaal wie jullie verdenken wie de mol is na aflevering 9. En laat ook jullie hints en theorieën achter, en zodat ik die mee kan nemen in de volgende video van Robben Smalltalk. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop jullie hebben genoten van die video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.